Volgens mij doet hij het. Ja. Nou, welkom allemaal. Ook de kijkers die online weer terugkijken. We gaan het hebben over, in dit filmpje over Elon Musk. Het heeft ook met eindtijd te maken. En dit gaat over een filmpje waarin een vrouw geïnterviewd zou worden die mogelijk de babysitter, die zegt dat ze de babysitter is geweest van Elon Musk vroeger. En die heeft nogal interessant nieuws te vertellen over Elon. En ja, daar gaan we zo verder dieper op in. Dus ik zou zeggen, zullen we maar aan. Yo, when I tell you, I'm genuinely confused. How did I miss this? Oh yeah. How come nobody told me? How could I have missed this? I was on TikTok like yesterday, I think. Ja, wat hij hier dus zegt, van, hij begint gelijk met een foto van Elon Musk die hier geposeerd staat. En hij zegt, ja, van hoe kan ik dit gemist hebben? Nou, ik vroeg het mij ook heel erg af. Ik kwam toevallig, ik weet niet of het dit filmpje was of een ander filmpje. Volgens mij was het dit filmpje. En toen ging ik dat zelf opzoeken en toen dacht ik van, hè? Dat heb ik ook gemist. Maar ik zit zelf onder andere, maak ook gebruik van Twitter. Dit plaatje komt dus blijkbaar ook terug op Twitter, want het is een profielfoto. Dus ik zag altijd wel een foto en dacht van, oh, dat is wel een leuke foto, maar dan zag je nooit verder dan dit. Dus dan zag je niet verder dan hier, dus dan zag je alleen een beetje rood en zwart en denk je van, nou, het zal wel. Maar ja, wat je dus ziet op dit plaatje, dat is hij in een Halloween kostuum. Nou ja, wat je hier ziet, dat zijn ramshoorns met een omgekeerd kruis, dus overduidelijk een satanistisch pak. En ja, daar poseert hij in. Ja. And somebody said, do you know Elon Musk's Twitter profile picture? Have you ever seen the full profile picture of Elon Musk from Twitter? And he pulled up this photo. And yo, how come I've never seen this before? That's his profile picture, right? Yeah. Yeah. But what he's actually... Ja, so dit is zijn account, dit is zijn foto. En daar poseert hij dus in datzelfde pak. Dus als je erop klikt, dan wordt hij wat vergroot. En dan zie je dat. En ik weet niet, ik heb het vandaag niet per se gecheckt. Maar als het goed is, zou het nog steeds zijn profielfoto moeten zijn. Dus ja, ik bedoel, van hij kon ook 10.000 andere foto's erop zetten. Maar hij kiest ervoor om deze erop te zetten, wat wel heel opmerkelijk is. Maar goed. Wearing is this costume right here, and for those of you who can't see the full costume, that's what he has on his chest right there. Ja, dit is dus het plaatje. Dus overduidelijk ramshoorn met een sik en hier een omgekeerd kruis en hier de horens rood uiteraard met een beetje van het zwartachtige vuur erop. Ja, het is echt overduidelijk satanistisch. Pak, verder in het filmpje komt ook wat terug, maar de benaming van het pak heet ook de duivels zijn kampioen. Nou, dat, hij kiest ervoor om wat te dragen. Vele mensen zullen zich misschien afvragen van ja, hij draagt het voor Halloween. En waarom zou hij dan per se satanist moeten zijn? Ja, nou, ik denk wat voor pak je ook aantrekt, als je dit niet zou supporten, zou je denk ik niet zo'n pak aan gaan trekken. A Baphomet goat with an upside down cross, red eyes, flaming all over the place. Like, yo, how come y'all never told me about this? How come I never knew about this? And you know what's even crazier? Suddenly we have this video, and I don't know how legit this is. I don't know if this woman is telling the truth or not. And that's kind of the internet. That's how the internet goes. You don't know what's legit and what's not legit, but... Ja, wat hij hier ook zegt, dat vind ik ook wel belangrijk om er even bij te zetten. Dit is dan toevallig een filmpje dat gaat dus over een vrouw die dus claimt zijn babysitter te zijn. Je kan je afvragen hoe echt dit is. Toch lijkt me wel goed om het gewoon even te belichten, want voor hetzelfde geld is dit wel waar. Het is altijd lastig op het internet om het goed te kunnen verifiëren of dit echt waar is of niet. Maar ja,
ik wil het toch wel even benoemen, want als het wel waar is, dan is het wel belangrijk om hiervan af te weten en dat we niet overrompeld worden. En dat we er toch rekening mee houden dat er een kans bestaat dat we het verhaal wat zij vertelt, dat dat echt is. Allegedly, this woman was a nanny to Elon Musk when he was young. And this video, it was posted 2 years ago, and she posted this video herself. This was posted 2 years ago, but now this is just starting to get traction, and now it's starting to, you know, pick up. But she pretty much said that Elon Musk, she believes, is the Antichrist, and she gives this whole story about his childhood as to why she believes that. Now, I want to watch this video with y'all. It's only about, you know, 2.5 minutes, and I'm going to speed it up, so it's going to go through quick, but let's just watch this, because after seeing what I just seen, and like I said, y'all, I can't begin to tell you, like, I don't know how I missed this. And when you look at his profile picture on Twitter, I've always seen this outfit, and I never knew exactly what he was wearing. But then when you pull up the full picture, that's pretty wild. But let's watch, you know, his nanny, allegedly, talk about him potentially being the Antichrist. Now, I've already made videos talking about how, you know, I could potentially see that as a possibility. But after seeing dude with the goat and the upside down cross on his chest, and it's literally his profile Twitter, you know, picture. Yeah, that's crazy. Let's get into this video. Okay. Yeah, wat goed. Hij praat hier verder over. En zij claimde dus in het filmpje dat Elon Musk de antichrist zou zijn. Ik heb het volgens mij eerder in filmpjes er ook wel eens eerder wat over gezegd over Elon Musk en de kans dat dit zo zou kunnen zijn. Zoals ik zeg, er bestaat een kans. Ik vind het is heel moeilijk om te zeggen van dit is de antichrist direct. Maar het is goed, het lijkt mij goed om meerdere kanten te belichten, tegen het licht aan te houden. En voor de mensen ook om te kijken, om zelf een mening te vormen. En op het moment dat momenten zich aandienen en dat de echte antichrist naar voren stapt, dan kunnen mensen vanuit zichzelf zien of het werkelijk klopt of niet. Maar ja, als je dit dan bijvoorbeeld ziet met die foto van dat hij zo'n pak aan hebt en dat het de duivelse kampioen hebt, kun je je afvragen van, misschien is het wel echt de duivelse kampioen. Misschien zit er wel een kern van waarheid in. Misschien is het wel een reden waarom dat hij dit aan heeft. Misschien is er wel een reden achter waarom dat hij dit als profielfoto heeft. Van, ik zou me niet kunnen voorstellen, ook al zou het een Halloween iets zijn. Ik bedoel, ik ben zelf niet vanaf jongs af aan christelijk opgevoed. Dus ik heb gelukkig nooit Halloween gevierd. Maar ik kan me enigszins erin plaatsen. In de gedachtegang van de mensen die niet christen zouden zijn en niet in zouden geloven. En los van alle dingen zou ik persoonlijk dit zelf niet aantrekken. Laat staan dat ik dit op als een profielfoto, hetzij dan op Facebook of waar dan ook, zou zetten. Want voor mij zou ik zeggen, dat wil ik niet dat mij representeert. Laat staan dat iemand dat misschien op online gaat opzoeken en dat hij zo'n foto van je gaat zien met zo'n pak aan. Ik denk niet dat mensen er heel blij van zouden worden. God bless you. I'm Shalom Girl on YouTube. Oh snap. Hold on. I wasn't even playing it. Y'all didn't miss much. I love Jesus. Jesus Christ, he saved me. I want to tell you something. I'm an old lady, kind of. I'm 55. I was born in San Francisco in 1965. When I was a girl, I was in San Francisco. I was procured and sent to work for a family for 3 generations. There was a boy, the boy's mother, and the boy's grandfather. They were coming from Africa. Ja, zij geeft een beetje een kleine achtergrond over zichzelf in deze video. Van, toen ze jong was, dat ze in San Francisco woonde en dat ze vervolgens ging oppassen bij een gezin. Een kleine jongen, de moeder en de grootvader, volgens mij, wat ze zei. Als ik het goed verstond. En
ja, daarmee dus gaat ze verder nog verder op in. En de jongen was Elon en de moeder en ja, de grootvader die erbij was. They were white as me, I thought they'd be black. Hold on. That's wild. I'm gonna turn it up a little bit, hold on. Oh snap, that's as far as we can go. Alright. I think y'all can hear it, right? She said they was white as me, I thought they'd be black. Alright, continue. They're coming from Africa. And because of something the boy did, I never told what he did. The boy did something very dark. Ja, wat ze hier ook zegt, van deze familie kwam dus uit Zuid-Afrika. Wat overeenkomt, ik heb toevallig vanmiddag nog even gekeken, Elon Musk is zelf gedeeltelijk ook Zuid-Afrikaans. En ze dacht in eerste instantie dat de personen donker zouden zijn, maar ze kwamen dus achter dat ze wit waren, blank waren. En daar was ze nogal verrast door. Omdat ze uit Zuid-Afrika kwamen, ze had verwacht dat ze donker zouden zijn. Maar dat bleek dus de familie van Elon Musk te zijn. En ze waren uit Zuid-Afrika vertrokken omdat hij iets serieus of ernstig had gedaan, iets duister had gedaan. Maar ze vertelt hierin niet in wat dat precies zou zijn. Maar dat is de reden waarom ze daar weg zouden zijn gegaan uit Zuid-Afrika en naar Amerika zou zijn gekomen. It was very little. And I was just coming to know Jesus. And Jesus saved me. And, anyway, the boy did something very dark. And I never told what he did. And then one day I asked someone in the circle, Imelda, Joaquin's mother. I asked Imelda, I said, is he the Antichrist? I was 13 years old. She didn't even blink. She said, no, but he will present the mark. And when you see him... Yeah, what he just said... Zij ging naar iemand toe van de familie of in de cirkel die dichtbij stond. En zij zij was eigenlijk net tot geloof gekomen. Ze begon net pas met geloven. En ze had dus gevraagd aan die persoon van is hij de antichrist? En ze antwoordde daarop gewoon zonder te knipperen en zonder te blozen van nee. Maar hij presenteert wel het nummer van het beest. Dat zei ze, zeg maar, zonder maar gek van te worden. Dus dat is wel een heel opmerkelijk ding om te benoemen door die vrouwen. Dat ze dat zo konden zeggen. Want dat betekent dat ze er allemaal van af wisten. I don't know why that just gave me the chills. But she's talking about, she said she was 13 years old when she asked this question. Like, oh, damn. I don't know many 13-year-olds that understand. Ja, ze was zelf dus op dat moment was ze zelf 13 jaar oud toen ze die vraag al stelde. En hij zou en wat ze dus zei, wat wel goed is om er even bij te vermelden, is dus dat ze zei, die vrouw die antwoordde van hij zal niet de antichrist zijn, maar hij zal het nummer brengen. En op het moment dat hij het nummer van het beest presenteert, dat is het moment wanneer de antichrist zich zichtbaar gaat maken. Dus op het moment dat hij het teken van het beest presenteert van hier is het, dat is het moment wanneer de antichrist zou komen, volgens die vrouw. Dus als dat zo is, in de toekomst, en waar ik denk, waar ze over praat, wat het nummer van het beest potentieel zou kunnen zijn, is Neuralink, waar Elon Musk al heel de tijd mee bezig is. Neuralink is een chip die je in het hoofd kan plaatsen. En dat zou ervoor kunnen zorgen dat mensen niet meer bepaalde ziektes zouden krijgen. Of mensen met bijvoorbeeld een dwarslezing, dat ze weer zouden kunnen lopen. Dat ze weer hun ledematen kunnen gebruiken. En weet ik veel wat voor wonderbaarlijke dingen. Mensen die blind zijn, dat ze weer zouden kunnen zien. Dat zijn allemaal dingen die hij claimt dat weer terug zouden kunnen komen door Neuralink. Nou ja, ik heb toevallig daar cijfers of artikelen over gelezen. En een van die artikelen was dat... was wel opmerkelijk, was dat alle ratten waar hij op getest heeft, op geëxperimenteerd heeft, die waren allemaal overleden. Dat was ongeveer een paar maanden geleden, iets van
weet ik, 400, 500 rad of zo. Vervolgens las ik een week later, of misschien nog niet eens, las ik een artikel dat hij al hoopte dat hij binnen een half jaar zijn eerste experimenten bij mensen kon uitproberen met dezezelfde soort chip. Dus dat vond ik wel heel opmerkelijk, want alle voorgaande ratten waren allemaal doodgegaan. Maar vervolgens hoopte hij wel binnen een half jaar op mensen te kunnen gaan oefenen. Nou ja, als satanist zijnde zou me dat niet verbazen, want als er dan een paar mensen dood zouden gaan, dan heeft hij ook gelijk een paar mensen geofferd aan de duivel. Dus dat komt hem wel goed uit. En er zijn altijd mensen die het willen proberen. Dus ja, en op het moment, dus wat voor mij, vanuit eigen, wat ik zou denken, wat het zou kunnen zijn, is dus de Neuralink op het moment dat dat uiteindelijk uitgebracht wordt, en hij dat presenteert als iets wat veilig de markt op zou kunnen komen, dan de antichrist ook zichzelf tentoonstelt daarbij, als we dit verhaal zouden moeten geloven. That concept, that information, I don't know why that just gave me the chills. All right, let's continue. Now here we are, 40 years later. Boom, that boy is the star of the world. He's the king of the world, but Jesus Christ is the king of my heart. Okay. The boy's name then was El Elyon. It's changed over time. But we're 40 years later, and I see that boy everywhere, and the world adores him, but he's the king of Babylon. And I'm going to call you out, choose you this day, whom you... Ja, wat hij dus zegt van dat was toen heel lang geleden en nu 40 jaar later ziet zij hem overal. En vroeger was zijn naam Elyon, nu Elon, afgekort, is veranderd over tijd. En ja, ze zegt het ook van hij is de koning van de aarde, maar ze zegt van Jezus is de koning van mijn hart. En ja, hij is enorm geliefd op de aarde, om het zo maar even te zeggen, door de mensen hier die aard zijn. Er is heel veel verwondering over hem, over hoe intelligent hij is, over de dingen die hij doet, zoals Tesla, SpaceX, heel veel dingen waar hij aan werkt. En mensen vinden het heel mooi ook, bijvoorbeeld de overname van hem van Twitter werd enorm aangejuicht. En ze zegt eigenlijk ook van een klein stukje terug van dat hij de koning van Babylon is. Dus dat is best wel een uitspraak. En dat ze zegt van ik wil benoemen wie je bent. En dat, zodat iedereen het weet. En dat iedereen ervan op de hoogte is. En dat benoemde ze eigenlijk. Serve. Be it God, serve him. Be it the king of Babylon, serve him. Okay. Hold on. Don't play nothing. All right. Wow. So, I have another one. Ja, dus wat ze hier ook zegt van, ze doet het dus om zodat mensen kunnen kiezen of ze gaan kiezen tussen Jezus of tussen Elon. Dus ook voor de kijkers online van wees je bewust van wat voor type man dit is. Van het zou kunnen, ik heb eigenlijk wel heel sterk het gevoel dat dit waar is. Dat de dingen die hij doet, dat die niet zuiver zijn. Ook door bijvoorbeeld dat pak, dat geeft mij gewoon een heel erg onderbuikgevoel. Van het zit niet goed. Ik heb het al eerder al eens een keer benoemd volgens mij. Al voordat dat ik het filmpje heb gemaakt, toen had ik al mijn bedenkingen over hem en de gedachte van zou dit de antichrist kunnen zijn. En dan krijg ik nu weer zo'n filmpje die hierover gaat, die dan nog specifieker en echt met die foto erbij, dan krijg ik daar niet een heel lekker gevoel bij. Dus ik hoop dat andere mensen dat ook zo kunnen zien en dat hun nekhaar ook een beetje overeind komen te staan als ze dit zien. Hold on, I want to watch this too. This is the same woman from the video. And once again, this woman is saying that she used to be Elon Musk's nanny.
So I want to watch this video as well, because I guess she's telling a different story of something that happened specifically. I don't know. She can explain it better than I can. He got into his mother's trunk. I always called it her African trunk because she told me she's from Africa. And there was these little rock statues in there, you know, like little, you know, action figures. And he would set them up in a certain way, like a little stone hinge on his bed, and his room was dark. So his... Ja, wat ze hier zegt, het is een interview die ze deed met een man. En hierin vertelt ze dus dat toen Elon nog jong was, dat hij op zijn bed, dat hij een donkere kamer had en dat hij steentjes, poppetjes vanuit zijn moeder ergens uit een la of ergens uit een bak had gepakt en die op zijn bed had neergezet in een bepaalde cirkel. En dat de hele kamer was donker. En eigenlijk, daar kwam ze later, of daar kwam ze toen uiteindelijk pas achter dat het een ritueel was. Maar daar gaat ze nu nog verder over vertellen. Dark in here. And even though his room faced the street, it was like a blackout curtain on that side. Like, so he couldn't see out. And I was the house almost across the street. And he set him up in a certain way. And you know when a little kid's sneaking and you still see that they're sneaking and they're trying to be sneaky and you think it's cute. You know what I mean? They're trying to hide something, but you know that he's sneaky. He's kind of being like that happy, but it was wicked. And he said, call me Moon. I said, Moon, come play with my friends. He's so excited. And I knew something weird was going. Ja, ze vertelt dus over dat hij dat dus had dat hij dus die cirkel had gemaakt. En dat hij haar roepte en dat ze zei van kinderen die soms iets geniepigs aan het doen zijn, die gedragen zich op een bepaalde manier. Een beetje zenuwachtig, dat ze eigenlijk wat proberen te verstoppen, maar het eigenlijk niet echt goed kunnen overbrengen. Dat je weet van oké, iets klopt niet, ze zijn iets stiekem aan het doen. Nou, dat idee. En dat hij zei van kom, ik kom spelen met mijn vrienden en noem me Maan. Call me Moon, zei ze van noem me Maan. Going on in there, and there was wind and energy, and I like peeked in the door. Scared, man. I peeked in the door, and something was wrong in there, and it was like there was something happening. I don't know the language to describe it, but like. And how old do you think? How old would he be at this point in time? By the record, he would be 7 or 8. But he was 10, 8 year old. Like a baby that just learned how to walk. Like, so later I would wonder and doubt myself, is he one of his grandfather's lab experiments? You know? Wait. Is he? Ja, wat ze hier dus benoemt van mijn vraag van hoe oud was hij toen. Ze zei van, hij zou officieel 7 zijn, maar hij was pas heel klein, zeg maar eigenlijk helemaal niet groot. Was een heel klein en ze twijfelde aan het feit, want de vader van Elon, die is een heel slim persoon ook. En die deed ook, ik weet niet precies, iets met moeilijke wetenschappen. En ze dacht dat hij misschien een experiment zou zijn. Dat Elon, dus de zoon van hem, dat het niet echt een kind zou zijn. Dus ze zegt hier straks ook van, is hij wel mens? Dat vroeg ze zich af. En wat er dus gebeurde in die kamer zelf, is dat er dus een cirkel was. En dat ze keken dus door de deur. En er was dus iets van een cirkel of een portaal was geopend. En er zweefde en er was energie. En dat was dus waarschijnlijk gecreëerd door de cirkel die Elon toen had neergezet. Did she say he just appeared at 7-year-old? Like, hold on. She said something about a baby being able to walk, but a 7-year-old is way past the point of being, you know, learning how to walk. Happening. I don't know the language to describe it, but like. And how old do you think, how old would he be at this point in time? By the record, he would be 7 or 8. But he was 8 year old. Like a baby that just learned how to walk. Like. So later I think she said he was 7 or 8, but he was tiny at that point, like a baby who just learned how to walk. I think, because it cut off. Wonder and doubt myself, is he one of his grandfather's lab experiments?
you know, because I go, is he human? I asked my aunt, she's like, I don't know. Those Illuminati, okay, he opened up something, a portal, a Stargate, whatever, but he was excited and he was jumping up and down. And so he was able to open up a Stargate in his room. Whatever you want to call it. It was a different dimension. Yeah, a portal. Well, portal would be the actual name. And I've been so embarrassed to say it out loud that everybody would laugh at me or lock me up. Ja, wat ze hier dus zegt is van dat ze dus een portaal zag geopend worden. En dat hij heel erg blij was en dat hij helemaal aan het klappen was. En heel, heel blij omdat hij dat geopend had. En dat ze aan het kijken was. En dat ze zich eigenlijk ook een beetje beschaamd of schaamde voor het feit dat ze dat tegen andere mensen vertelde. Want die mensen die geloofden haar niet. En die verklaarde haar voor gek. En ze is ook naar een internaat gegaan omdat ze dat heeft gezegd. Dat ze daardoor naar een psychiatrische inrichting moesten. You know, I only told my aunt. So tell me what happened. Something's not right. Something's scary in that room. Describe what you see and what happens. I went to the edge of the doorway. And I peeked in there. And I was afraid just to peek. And there was something happening in there. Like a sci-fi movie. And there was something, he set him up like a little Stonehenge on his bed. He didn't have any normal. Yeah, I don't know what the heck is happening here. I don't know what's happening here. I don't know what's happening here. I don't know that those two videos, I don't know why they kind of gave me like a horror movie vibe. Like, I'm very interested to know more about her story, and I'm interested to know exactly what went down, because she seems very adamant that there is something demonic going on with Elon Musk. And when you see pictures like this, it's hard to argue with her. It's very hard to argue with her. I'm curious to know, and I don't think he would ever respond to this. Not my video, but I don't think he would ever respond to the nanny. But maybe, you never know. Because I have seen him talk about Christianity before. And it's very interesting because he did an interview, he was talking about Christianity. And surprisingly, he seemed very open to it. He seemed, you know, very respectful of it. And maybe that should... Ja, waar hij verder over praat is dat hij heel erg verbaasd is en dat hij nog even specifiek hierna wilde kijken naar het kostuum en zo. En dat hij zich gewoon afvroeg van hoe Elon Musk, of hij erop zou reageren of niet, waarschijnlijk niet, zei hij. Er is ook een tijd terug een interview gedaan met hem en dat hij gevraagd werd naar God en dat hij daarin best wel open leek te staan in het idee van God. Wat ik daar persoonlijk van denk, van ik heb zelf dat interview ook gezien. Zeg maar, de duivel erkent ook dat God bestaat. Dus ja, het is niet gek dat dan, stel Elon zou de antichrist zijn, dat de antichrist God ook erkent. Alleen hij noemde niet in dat interview van ik geloof ook in God. Of God is degene waar ik in geloof. En als zou hij dat wel doen, van dan alsnog kun je het afvragen, want hij benoemt niet Jezus. En wat God voor hem kan zijn als Satanist zijnde, is een andere God die wij dienen. Dus zelfs op dat moment zou hij niet per se liegen in wat hij zou zeggen. It's because, you know, that's the business side of him, being able to play both sides of the field. And, you know, a lot of the people who support him on the conservative side happen to be Christian as well. So it would make sense that he would be respectful of Christianity, but like when you see stuff like this, him wearing this outfit, that completely contradicts any type of respect that he might have shown to Christianity in the past, in my opinion. This is crazy. Ja, wat hij hier ook zegt van als er enige twijfel over zou zijn of hij in God geloofde of niet, en of hij het zou respecteren of niet, zei hij, dan heeft hij hier wel echt de lijn over
is hij wel de echte lijn over gegaan door zo'n pak aan te trekken. Hij zei van onder andere zakenpartners van hem waren soms christelijk. Nou ja, als je zo'n pak aantrekt, kan ik me niet voorstellen dat een christen zegt van nou goed, zo jongen, je wil ermee geassocieerd worden. Lijkt me niet. Dus ja, hij weet waarschijnlijk ook heel goed wat hij aan het doen is. Anders zou hij niet zo'n pak aantrekken. I want to know more about the nanny story. Let me read this real quick. It says, just days, this is an article from the Christian Post talking about this outfit that he wore. It says, just days after becoming CEO of Twitter, Musk attended a Halloween party in New York City wearing a blood red leather gladiator outfit that featured the satanic goat's head symbol known in occult circles as Baphomet. Is it Baphomet or Baphomet? Y'all always be clowning me, but shoot, I don't know. I don't know. And inverted crosses on his breastplate and forearms. Musk 51 reportedly wore the Devil's Champion set. So his costume is called the Devil's Champion set from a New York City costume store. And it costs $7,500. And this is images that he shared. So this is him wearing it with his mother, May. If this... Ja, hij vertelt dus even over het Halloween-kostuum en dat dus de naam de Duivelskampioen had en wat veel geld kostte. En dat hij het dus droeg voor Halloween. En dat hij ook deze foto gepost had met, samen met zijn moeder. Dit is volgens mij zijn moeder, als ik het goed zeg. En nog iemand, nou, best wel een beetje sinister kleding. Ook van zijn moeder, helemaal in het zwart. Yeah. Don't look like, and I understand these are Halloween costumes, but they look a little too natural in these Halloween costumes. They look a little too natural. This ain't their first time hopping in these outfits. That's all I'm gonna say. They look a little too comfortable. And here he is hopping out the car. What is going on here? It says, as of late December, Musk's profile image on Twitter is of him posing in the Baphomet outfit. The goat's horn clearly visible in the bottom of the image. Oddly enough, Musk's ex-wife Claire Boucher, better known as pop artist Grimes, has also shown an affinity for satanic references. She posed with a... Ja, wat hij hier verder ook nog zei, zeg maar, die geit wordt in de occult ook wel Baphomet genoemd, volgens mij. Wat hij hier eerder in benoemde. Dus ja, dat is echt overduidelijk. Binnen de occulte praktijk is het een hele bekend plaatje wat hij opdroeg. Dus ja, het is echt gewoon overduidelijk satanistisch. Verder had hij het over zijn ex-vriendin of ex-vrouw. Is ook een popartiest die bekend staat als Grimes. En die had al ook daarvoor... satanistische referenties gedaan. Ze was op de foto gegaan met een boek en had een covershoot daarvoor voor dat boek met de naam De Duivel is Echt in 2019. Dus dat was zijn ex-vrouw, die had dus een foto daarmee gemaakt met dat boek en wat heette dus De Duivel is Echt. Maar dan niet in de zin van bekeerd tot Jezus, maar in de negatieve zin. En daarnaast had ze ook een interview gedaan met haar hele ogen had ze helemaal zwart met zwarte lenzen in. Gewoon dat je de ogen niet kon zien, dat het helemaal zwart was. Een beetje alienachtig. En deze haar vingers omhoog en maakt ze een duivelsteken. Dus om de duivel, zeg maar, eer te geven. Die overeenkomt met de Baphomet figuur, dus met die orens. Wat ze dan liet zien. Dus ja, dat was zijn ex-vrouw. Nou ja, ik bedoel van, als Elon Musk... heeft natuurlijk contact met zijn ex-vrouw. Die weet heus wel wat zij aan het doen is. En als zij dan vervolgens ook met Halloween zo'n pak aantrekt. 1 en 1 is vaak 2 in dat opzicht. Dus ja, dat is overduidelijk. Book titled Satan is Real in a 2019 cover suit for Culture. And in April... Boucher was depicted in Vanity Fair interview with black alien eyes and her two fingers held up in a pose directly referencing a traditional depiction of the Baphomet figure. So your ex-wife is a Satan worshiper.
I don't think it would be out of the realm of possibility that you yourself are also a Satan worshiper. And I'm trying to figure out how I never knew this. Because I've made videos about Elon Musk before. I never knew any of this information, and it's crazy because it's literally has been right in front of me this whole entire time. They be hiding in plain sight. They be hiding in plain sight. It's interesting what the nanny said. The nanny said, you know, she asked the question in this video. She said, is he the Antichrist? And, you know, I don't know, remember what she was saying of who responded, but she was saying, no, but he's going to be the one that delivers the mark, and he's going to set the stage for the Antichrist. Yo, once again, this is me literally just finding out about all of this stuff for the first time. I'm definitely going to look more into it. You're definitely going to see more videos about this. I was just needed to share this with y'all because I had no idea that I didn't even know he was moving like this. And it's crazy because it's literally on his Twitter profile picture and it's right in front of the whole world to see. Man, this is wild. Get in my comments. Let me know what you think. Do you believe the nanny? Do you think Elon is the Antichrist? Do you think... What do you think? Like, I'm still trying to wrap my head around this whole thing because it's just so in your face, so blatant. It's like, yo, what is happening? What? Ja, wat hij hier ook zegt, hij is eigenlijk, vooral het laatste stuk, is hij gewoon een beetje geschokt en gewoon verbaasd over het feit dat hij hier nu pas achterkomt. En ook dat het eigenlijk zo publiekelijk en zo openlijk wordt gelaten zien. Daar is hij vooral ook dat hij eigenlijk wel een beetje geschrokken. Dat het gewoon zo duidelijk zichtbaar is. En dat hij er toch nu pas achter komt. Maar dat is wel met meer dingen zo. Van meerdere filmpjes die ik eerder ook behandeld heb. Van bijvoorbeeld de Grammys of zo. Het is zo overduidelijk. En toch kom je er pas later achter dat het gebeurd is. En of misschien wel helemaal niet. En dat maar ook... Van de laatste jaren, de ontwikkelingen, dat openlijke duivelsaanbidding gewoon zo genormaliseerd is geworden voor de mensen. Zeg maar zelf, niet alleen voor satanisten en christenen, maar gewoon voor de mensen om te zien. En dat we het eigenlijk niet eens meer zien. Dat is best wel ernstig. Ja. Dus daarom is het ook goed om daar aandacht aan te besteden. En hoop ik dat jullie ook weer op de hoogte zijn van... ook de andere kant van Elon Musk, hopelijk, voor de mensen die kijken. En ja, wat ik zou zeggen van, zoek zelf ook op. Kijk goed naar, lees de Bijbel over openbaringen en over de antichrist. Wat hij doet en waar hij vandaan komt. En kijk of, toets het woord met de situatie van Elon Musk. Ook voor de komende ontwikkelingen die misschien nog komen gaan, pas het toe. En ook misschien voor andere mensen die er zijn. En ja, volg het. Blijf alert. Blijf alert op de laatste ontwikkelingen. En ja, daarmee wil ik het graag afsluiten. Ik wil je bedanken voor jullie aandacht. En nog een fijne dag verder.